oké, je zal nu een heel drukke periode hebben, Pastoor van Kenia, maar sinds februari ook jouw tentoonstelling. Ja. En hier het mooie boek dat je hebt uitgebracht naar aanleiding van 25 jaar carrière. Ja. Ja, hoe begin je daar dan aan, om daar een boek en een tentoonstelling rond te maken? Want ja, je hebt waarschijnlijk miljoenen foto's. Ja. Ik heb ze nog nooit geteld en ik ga er ook niet aan beginnen, want dat lijkt mij een vreselijke job. Maar mijn uitgever, Gauthier Plateau van Lano, die had mij gevraagd van kom aan, lieve, doe een overzichtstentoonstelling. En eigenlijk zag ik dat in eerste instantie niet helemaal zitten. Nee. Omdat zo een overzichtstentoonstelling, dat lijkt dan wel alsof dat je stopt, alsof dat gedaan is. Alsof dat je, ja, zo retrospectief, dat klinkt zo van... En nu, voilà, nu stoppen we met dit. Maar ik heb me daarover gezet en ik ben daar dan toch beginnen in graven in dat archief. En er waren heel veel beelden dat ik vergeten was. Heel veel emoties die uit die dozen, uit die archieven komen. Want eigenlijk moet je dat vergelijken met je eigen persoonlijke albums waar je doorgaat. Heel veel mensen zeggen tegen mij, als ik op pensioen ben, dan ga ik dat allemaal een keer in boeken plakken. Dat is te laat eigenlijk. Mensen doen dat niet. Want als ze op pensioen zijn, dan is het heel confronterend. Mm-hmm. Want niets is zo confronterend dan een foto die zoveel jaar geleden gemaakt is. Omdat je daar de tijd, het verlies... Ja. De liefde, de vreugde, alles zit daar samen in. En voor mij was dat hetzelfde. Dus dat was een fijne tocht om daar door te graven, maar ook een emotionele tocht. Dus je kiest vanuit je buik. Ja, want je hebt ook al die momenten dan meegemaakt. We zien jou niet, maar je staat er wel achter die lens. Hè? Ja, al die beelden zijn door mij gemaakt. Ja. Dus ik ben daar wel in aanwezig, in elk verhaal. En voor mij heeft elk beeld ook een verhaal, uiteraard. Ja, ja, je bent ook altijd op zoek naar zo iets anders of iets dat zo fel aanspreekt. Maar hoe moeilijk is dat om dan telkens de ideale foto weer neer te zetten? Maar de ideale foto, dat denk ik, dat bestaat wel niet. Hè. We mogen toch niet zeggen, dat is de ideale foto. Dat is voor mij, ik heb soms zo het idee van, ja, dat is het beeld zoals ik het gezien heb op dat moment. En zoals ik het wil tonen op dat moment. Maar ideaal, dat is eigenlijk ook niet interessant, denk ik. Nee. Maar wat wel is, dat je... je rolt ook van het ene in het andere project. Hè? Want hoe kom je erbij om van dat ene project naar dat andere te gaan? Dat heeft dikwijls te maken met toevalligheden, met dingen die gebeuren in je leven ook. Ja, ja, ja. Het is bij mij ook heel duidelijk gebleken door terug te gaan in dat archief, dat ik echt toch heel dicht bij mijn eigen leefwereld blijf, ondanks het feit dat ik soms uitzwerm, maar toch gaat het ook wel over de dingen die mij persoonlijk heel erg bezighouden. Ja.